en welkom bij Vitanimo op de stuit van onder een paraplu. Ja, want het regent, dat zijn we stilletjes aan gewoon hier in ons land. Vandaag ga ik iets uittesten en het is geen eten van deze keer. Nee, het is de wereld rond of op reis met Bumba. Die heb ik nog niet gedaan en ik ben hier nu in Plopsaland en nu ga ik hem eventjes uittesten voor jullie. Ik heb vooraf wel een aantal beelden gezien, daar moet ik wel eerlijk in zijn. Maar niet de volledige rit, dacht ik. Maar ik ga me laten verrassen en ben eigenlijk stiekem wel heel erg benieuwd wat dat ze ervan gemaakt hebben. Gaan jullie mee? We gaan Circus Bumba binnen. Hop, hop, hop. Op reis met de Bumba. Kijk, Bumba doet een kunstje. Bravo, Bumba. Ga je mee naar Azië? Wat is het koud hier in de sneeuw. We gaan naar de ruimte. Met de boot? Nee. Met de step? Nee. Met een raket? Op naar de jungle. Met de fiets? Nee. Met de trein? Nee. Met de jeep? Ja. Marie slaapt. Oei. De jeep zit vast in de modder. We gaan onder water met de duikboot. Wauw, zoveel vissen. Bumba springt op de trampoline. Tijd om afscheid te nemen. Ja, op reis met Bumba. Ja, wat vind ik daar nu van? En ik heb het uitgetest. Om te beginnen, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Vind ik het super? Nee, ik vind het niet super. Ik vind de dingen die er zijn, maar als dat wel, wat ik op het minpunt vind, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Maar wat ik, ja, het gaat bij heel mooi houden. Omdat er wel een minpunt is, vind ik dat je nog veel te veel de hal ziet. Zo. Het is dat zo op bepaalde momenten kaal en je zit niet echt in die beleving van Bumba. Dat vind ik jammer als je dan kijkt naar het Bos van Plop, bijvoorbeeld het Bos van Plop van 10 jaar terug wel, want de laatste 10 jaar is dat niet meer onderhouden. Dat is daar veel meer een beleving, is dat volledig geteamd, laten we zo zeggen. En dan mis ik wel bepaalde stukken van Bumba. Voor de rest vind ik het een zeer aangename dark ride. Mooi gedaan, leuk, een rit van ongeveer 4 tot 4,5 minuten. Dat is ça va, maar wat ik niet begrijp, maar dat doet niks aan de score, is waarom dat ze in godsnaam voor dat ritsysteem gekozen hebben. Amai, er stonden ongeveer iets van een 30 mensen in de rij en ik heb toch een half uur moeten wachten. Een half uur zou nog zeggen, was op zich nog wel ça va, maar hou er rekening mee dat er daar veel mensen met kindjes zijn en die kindjes dan geen zich bij hen te vervelen in die wachtrij, geen aan weer lopen, dan heb je ouders die zitten te roepen naar hun kinderen. En is het wachten heel ver van aangenaam. Maar ik snap echt het ritsysteem niet, waarom dat men daarvoor gekozen heeft. Waarom niet een carnavalfestivalsysteem? Dan heeft toch een veel grotere capaciteit en dan heb je geen en lange wachtrij. Ik hoorde al dat de langste wachtrij hier al 2 uur was. Dat zou ik zelfs nooit doen. Maar goed, dat neemt niks weg van de score die ik moet geven aan die attractie. Dus dat vind ik er wel... Ja, ik vind het gewoon jammer dat je... Het zijn heel mooie stukken in. Ik vind de onderwaterwereld vind ik wel mooi. De ruimte vind ik mooi. De jungle, ça va. Maar dat vind ik, ja, plus het gaat ook wel redelijk snel, vind ik zo. Dan mochten die wagentjes mochten wel iets gerappt. Ja, dat is nog een lagere capaciteit. Maar goed, ja, dat vind ik zo wel wat ervan. Ja, het is zeker, het is niet slecht. Maar ik vind het geen top dark ride. Het komt denk ik zelfs niet in mijn top 5 van de dark rides die ik ooit heb gedaan. Maar dat hoeft ook niet. Ik ben er zeker van dat kindjes dat fantastisch gaan vinden. Ik ben ook niet de doelgroep eigenlijk. Hè. Maar ik moet dan nu een score aan geven. Op 10 direct. Ja, het mist nog veel denk ik. Er zijn nog veel dingen tekort. Vind ik. Ik ga, maar je hoeft het echt niet eens te zijn met mij, maar ik geef hem een 7 op 10. Ik twijfel tussen 6,5 en 7, maar ik ga toch voor een 7. Want eigenlijk is, tegen die er wel is wel mooi. Wat dat er ook bij mij wel was, want dat zijn misschien opstartprobleempjes, nou dat er bepaalde schermen stil stonden en dan pas begonnen te bewegen. Nu, dat zijn kleine details. Maar in het algemeen vind ik dat wel, leuk, behalve die wachtrij vind ik verschrikkelijk. Zo'n zigzagrijken dat je... Ach nee, daar hou ik echt niet van. Ja, het was maar het eerste deel van de wachtrij die open was. Het tweede deel is misschien wel een interactie met andere dingen. Maar alsjeblieft, haal die autootjes eruit en stik daar een ander systeem, een ander ritsysteem in. Van veel hogere capaciteit hebben de mensen nog veel meer positiever zijn dan, denk ik dan. Maar goed, kijk, toch een 7 op 10 voor prijs met Bumba. Hè. Dat is niet slecht, hè. Maar kijk, vond je dit een leuke aflevering? Geef een duimpje. Abonneer op dit kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag heel erg terug een ander filmpje. Of een andere vlog, of wat dan ook. Of laat het eventjes weten via sociale media of in de comments wat ik nog moet uittesten. Want het seizoen is nog lang, denk ik dan. Wel, eigenlijk is er geen stop meer op het seizoen. Maar goed, kijk, ik ga jullie laten. Hopelijk vond je dit een leuke aflevering. Salutjes, yo, bye, ciao.